Oefen je Nederlands met Sophie. NT2 Beeldverhaal. Olja en Irina in het bos. We zijn in het bos. Ik zie een vuur en ik zie ook een picknick. Er ligt een picknickdeken op de grond. Er zijn ook veel spullen. Een kussen, een fototoestel, een fles en potjes met eten. Wat gaan ze eten? Worstjes. Olja bakt de worstjes boven het vuur. Ook Irina helpt. Straks kunnen ze lekker eten. Wat gaan ze drinken? Irina snijdt de appelsien in schijfjes. Ze doet de appelsien in de pan. Er is rode wijn in het pannetje. En nu ook appelsien. Het drankje is nog niet klaar. Irina doet ook kruiden in de pan. Nog eventjes goed roeren. Kan jij ook nog eens roeren, Irina? De pan mag nu op het vuur. Olja zet de pan op het vuur. Eventjes wachten. Het drankje is zo klaar. Irina schept het drankje in de beker. Olja proeft het drankje. Het is warm en het smaakt lekker. Het is heel gezellig, zo in het bos.